and I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. De afgelopen tijd werd het steeds moeilijker voor de leider van het Verenigd Koninkrijk. Veel collega's vonden dat ze niet langer met hem konden samenwerken. Sinds dinsdagavond hielden steeds meer mensen in de Britse regering ermee op. Eerst twee belangrijke ministers en daarna ging het hard. Tot vanmiddag waren er al bijna 60 opgehouden om voor Johnson te werken. Dat is meer dan de helft van zijn regering. Zoveel dat Johnson geen keus meer had. Hij besloot om ook zelf maar op te houden als premier. Boris Johnson begon met die baan in 2019. Hij viel vaak op door zijn rare fratsen. Maar hij regelde ook zaken die veel Britten fijn vonden. Zoals met zijn land uit de Europese Unie vertrekken. En hij zorgde ervoor dat mensen in zijn land veel sneller dan in andere Europese landen vaccinaties tegen corona konden krijgen. Maar er was ondertussen ook steeds meer gedoe. Boris Johnson maakte fouten en jokte daar dan ook nog eens over. Kort geleden gebeurde het weer en dit keer hadden veel politici er genoeg van. Ze spraken er gisteren over. Johnson zei daar nog dat hij prima door kon gaan. The job of a prime minister in difficult circumstances when he's been handed a colossal mandate is to keep going. And that's what I'm going to do. Maar na een nachtje slapen dacht hij er toch anders over. Hij stopt nu alsnog. In politics, no one is remotely indispensable.